eigen dag dromen. Je eigen dag dromen. Je eigen dag dromen. Wanneer was je 69, toch? Ja, ik heb het vandaag nog opgezocht. Dus 49 jaar nu. Ja. 49 jaar. Ja. Dat is eigenlijk nog best wel jong. Ik dacht ja, dat je ouder was. Dat is wel waar, maar dat kan jij niet menen. Het valt best allemaal mee. Ja. En je hebt 6 films gemaakt. 7. Volgens mij 9 of zo. Wanneer wil je eigenlijk stoppen? Je Tarantino heeft ook al een plan. Ja, nee, niet. Nee? Nee. Nee. Het begint nu pas wat te worden. Dus, ja. Ja, daarvoor niet dan? Bij Oorlogswinter heb ik wel eens gezegd, dat is eigenlijk mijn debuut. Ja. Dus in die zin is dit pas mijn tweede film. Ja, het moet wel goed. Ja, je zet natuurlijk die lat steeds hoger. Ja, dat hoop je wel, ja. Want voor jou begon het echt pas bij Oorlogswinter dat je echt tevreden was met je werk? Daarvoor was ik ook wel tevreden. In de zin, alleen dat waren allemaal films waarvan ik het idee had dat ze in dienst stonden van iets. Ja. Ik heb vrij lang zat ik gewoon in een molen van films maken. Maakte ik niet de films waarvan ik, weet je wat ik zeg, van ja, dat zijn de films waarvan ik ooit zelf dacht van dat ga ik doen. Ja, waar je zelf een ticket voor zou kunnen kopen. Ja. Is dat ook, denk je dat dat ook een beetje het grote probleem is van de Nederlandse filmindustrie? Dat er te weinig regisseurs zijn die zelf iets initiëren en maar gewoon dingen aannemen en maken en doen voor de massa? Ja, ik bedoel, fuck it, laten we het gewoon maar zeggen. Op dit moment in de Nederlandse film bestaat voornamelijk uit, dat is in ieder geval de perceptie, maar het is ook gewoon echt zo, dat er natuurlijk heel veel romcoms en kinderfilms en that's it. En dat is niet per se, volgens mij, wat de meeste mensen die films willen gaan maken, als ideale wereld zien. Tuurlijk, ja. Is dat ook de reden waarom je internationaal bent gegaan? Nou ja, kijk, ik wilde graag een western maken en wat ik merkte, terwijl ik het eigenlijk al dat ik het aan het schrijven was, dat ik het heel prettig vond om iets te maken wat in een internationale filmtraditie stond. Het voelde alsof er iets van mijn schouders afging, weet je? Alsof ik kon vliegen. En Brimstone is dat natuurlijk 100%. Ja. Dat is gewoon jouw kindje. Ja, ja, dat is de film die het meest van mij is. Ja. Ja. Dat is ook de film die het meest heeft gekost, denk ik. Ja, zeker. Ja? Ja. Veel geld aan verdiend? Niks. Niks? Nee. Dat heeft te maken met hoe die film gemaakt is. Els en ik met het bedrijf zaten er dus voor, wat is het, 50% zaten we erin, zoals dat heet. Ja. Dus dat je met de helft van je salaris alles erin stopt. Enorm risico ook, hè? Ja, alleen toen kwam, waren er wat veranderingen met acteurs en zo. Toen viel er een financier weg. Ja. De enige manier waarop we het door konden laten gaan was door er 100% in te gaan. Nou, en toen gingen we draaien. Het waren zeg maar een aantal periodes. En na die eerste periode bleek dat ik niet echt bereid was water bij de wijn te doen. Dus we gingen gigantisch over budget. En toen heeft Els het voor elkaar gekregen om er toch nog weer financiers bij te vinden. Alleen ja, die moesten dan wel een plekje vinden in het recoupmentschema. En eigenlijk hebben we gewoon zelfs al onze potentiële winst, alles gewoon verkocht. Dus waar het weg. Maar ja, ik bedoel, dat heb ik zelf gedaan. Dus, ben je daar blij mee? Ja. Nou ja, ik ben niet blij mee dat ik niks verdiend heb. Nee. Maar ik kon het blijkbaar leiden en ik heb het er wel van over. Want het is, ik vind het veruit de film waar ik het meest bevrediging van heb. Stel je voor, je zou nu doodgaan. Zou je dan blij zijn met wat je hebt achtergelaten? Nee, dat nog niet. Ben je überhaupt bang voor de dood? Ja. Ja? Ja. Wat vind je daar eng aan dan? Ja, ik kan het gewoon niet hebben. Dat de wereld dan doordraait zonder dat ik aan mee kan kijken. Dat kent iedereen toch wel. Dat is een soort van eng zwart gat wat er is. Je gelooft ook niet? Nee, dat zou je eigenlijk rustiger moeten maken. Dan weet je het ook niet. Dat is een mooie gedachte. Dat is ook wat er ook eng aan is. Je hebt 2 kinderen, heeft dat er ook mee te maken? Ja, dat maakt het gek genoeg eerder. Het geeft je meer geruststelling. Ja. Ja, ik had het erger toen ik geen kinderen had, dat ik bang was voor de dood. Dus dat heb ik al heel lang, dat heb ik al als kind al. Dat is echt een grote angst voor jou? Ja, kan ik soms niet van slapen. Wauw. Ja. Is dat ook de reden waarom je nu de films maakt ook? Omdat je iets wil achterlaten? Ik denk dat bij de meeste mensen die dingen maken, dat ergens wel meespeelt. Dat het een soort wens naar onsterfelijkheid. Alhoewel ik dat ook laatst dacht van ja, stel nou dat ik hele goede films maak. Over 1000 jaar zijn die ook zeker niet meer relevant. En, weet ik niet. Nou, 1000 is wel veel hoor. Ja, maar ja, anders word je over 200 jaar vergeten. Ja, daarom. Dus hoef je toch alweer wat omhoog. Ja, ja.
deel je die angst ook met de mensen om je heen? Of hou je het heel erg voor jezelf? Nou, het is niet iets waar ik heel vaak over praat of zo. Ja. Nee. Mijn vriendin weet het wel, maar voor de rest... Over persoonlijke dingen praat ik niet zo veel. Nee. Hoe komt dat eigenlijk? Op zich ben ik voor mensen thuis. Maar eigenlijk om één ding interessant. Dat is namelijk dat ik films maak. Is dat jouw bestaansrecht? In ieder geval publiekelijk wel, ja. Ja. Ik merk wel, jouw hele leven zit wel echt gefixeerd op dat film maken. Ja, dat is het enige belangrijke. De rest is allemaal tijdverdrijf natuurlijk. Voor jou? Ja, 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 behalve je kinderen dan, maar voor de rest... Jouw beroep maakt jou wie jij bent. Ja. Dat is ook wel best wel een depressieve gedachte. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Waarom niet? Nee, je bent wat je doet. Er zijn heel veel mensen die ik absoluut niet benijd, die een heel groot van een deel van hun leven alleen maar iets doen omdat ze daar geld mee moeten verdienen. Ja. Dat vind ik een deprimerende gedachte. Ja. Je bent wel echt heel gesloten, ook al kom je heel open over. Ja, maar dat is waar. Ik ben heel makkelijk in conversaties in de zin van dat ik altijd wel lul. Ja. Maar het is niet zo dat ik heel veel over mezelf vertel en over mijn eigen, wat ik voel en dat soort dingen. Wanneer heb je voor de laatste keer gehuild dan? Dat gaat je geen reet aan. Nee. Waarom niet? Dat is totaal oninteressant, toch? Ik vind dat interessanter dan om het alleen maar over je werk te hebben. Ja, maar waarom? Dan kan je net zo goed... Dan leer ik je eindelijk een keer kennen. Ja, maar, de hele tijd, camera bij. De hele tijd waarom, dat is gelul. Vragen wanneer ik voor het laatst gehuild heb. Kom nou. Was het dit jaar? Ja, ik huil nooit, man. Echt niet. Kom dat maar. Geloof ik echt niet. Wat een gelul. Dit is precies waar ik het over heb. Echt, mannen huilen niet. Ah, maar heel eerlijk gezegd weet ik ook echt niet wat de laatste keer is dat ik gehuild heb. Ik heb echt niet een... Ben jij een robot? Ja, dat is het artificial intelligence? Nee, ja, ik weet niet. Praat je met je vriendin over je gevoelens? Praten jullie veel? Ja, natuurlijk praten wij veel, maar over mijn gevoelens praten, volgens mij doen wij dat allebei niet heel erg veel. Maar met wie dan wel? Ja, maar luister, wat is het nut van over je gevoelens praten? Je wilt toch soms gewoon dingen kwijt? Ja, het beste wat je kan doen is opschrijven, er iets mee doen, gewoon dingen maken. Dat is gewoon... Dan trek je het weer naar je werk toe. Ja, tuurlijk. Maar is dat om jezelf te beschermen dan? Ik word er nu al ongemakkelijk van. Denk je überhaupt wel na over dit soort shit? Zo min mogelijk. Je wordt er geen beter mens van, hoor. Over nadenken. Volgens mij denk jij wel heel veel na. Ik denk heel veel na. Ja. Ja. Ben jij eigenlijk langzaam in het werken? Schrijven ben ik langzaam. Dat is ook heel moeilijk, hè? Ja. Ja. Maar je wil het wel graag schrijven? Ja. Nou, weet je, het is op zich gaat het soms nog best wel snel, maar ik ben gewoon... ik stel het gewoon heel veel uit. Dus nu bijvoorbeeld heb ik echt gewoon... ik heb zeker een half jaar niet geschreven. Ik ben nu net weer begonnen. Ik voelde me nog niet zeker of zo. En, ik ben gewoon toch ook wel lui. Ja. Nou... Ja? Ja, met dat wel. Nou, weet je, ik weet niet wat luiheid is. Het is ook gewoon moeilijk. Ja, ja, ja. Ja. Nou, ik was dus onlangs naar Portugal gegaan om dan een week te schrijven. Waarom had je dat nodig? Ja, ik vertoonde gewoon extreem vluchtgedrag ook. Dus twee afspraken op een dag en je doet al een dag verder niks qua schrijven. Ja. Dus ik had het idee dat ik gewoon iets moest forceren. Dus ik ging naar een hotel waar ik al eerder ooit heb gezeten en heb geschreven. Mm. Met het idee om daar dan heen te gaan en ook echt mijn telefoon uit te doen en alles. En dan gewoon even goed te concentreren. En dat ging heel goed. Ja? Hoe ver ben je eigenlijk gekomen? Niet zo heel ver eigenlijk. Ik ben namelijk weer opnieuw begonnen. Dus, je hebt alles weer gewist? Ja. Wil je nu, denk ik, je vorige film wel overtreffen? Ja, probeer ik niet te veel aan te denken of dat... Maar het speelt wel mee waarschijnlijk. Ja, het speelt misschien wel mee, ja. Maar ja, god, dat heeft iedereen toch. Dat is niet zo... iedereen die een film heeft gemaakt of überhaupt iets heeft gedaan wat enige reuring heeft voortgebracht. Ja, weet je, ik wil gewoon een goede film maken. Ja. Dat is het. Maar eigenlijk vind ik ook gewoon dat ik door moet gaan tot ik dood ga. Zou jou doodsongelukkig maken als je 70 was en niet bezig was met je vak?
Ja, dat lijkt mij een vervelende gedachte. En is het dan, denk je, dat je dan meer focust op die weg naar de dood toe? En dat nou ja, Verhoeven die zegt heel letterlijk dat hij er dan... En trouwens, dat Woody Allen ook, dat je dan gewoon er niet over nadenkt. Als je gewoon maar lekker bezig bent, dan hoef je daar niet over na te denken. Dat lijkt me dat ik dat ook zo ga zien. Sterker nog, dat doe ik al. Ja, precies. Ja. 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 Hoeveel films ga je nog maken, denk je? Je hebt er die 10 gemaakt. Je bent nu 50 jaar. Nou, nog 10 zou wel goed zijn. Nog 10? Ja, dat zou wel goed zijn. Dat is wel ongelooflijk ambitieus. Ja. Maar dan moet je wel iets sneller gaan werken. Ja, dat klopt. Dat moet ook. Ja. Wanneer denk je dat je je volgende film gaat maken? Wanneer wil je het gaan maken? Ik hoop dat dit jaar dat scenario... Maar realistisch gezien? Ja, weet ik veel. De film uit in 2020 of 2021. Dat is wel realistisch volgens mij. Mm. Ik ben echt fucking benieuwd. Mm. Dank je wel voor het komen, Martin. Thanks, man. Ik ga niet meer slapen. Ja, precies. Ja.